De nieuwe CAO voor de zorgvervoer- en taxibranche is klaar. Hiermee gaan er een aantal belangrijke zaken veranderen. Sociaal Fonds Mobiliteit geeft onder andere voorlichting over de CAO en controleert of ondernemers zich aan de regels houden. Henk van Gelder vertelt wat de nieuwe CAO voor de branche betekent. De nieuwe CAO, zorgvervoer en taxi, gaat in op 1 januari 2022. Dus eigenlijk met terugwerkende kracht. Alleen de bepaling over de verloonde tijd, die gaat in op 1 maart aanstaande. De belangrijkste wijzigingen van de nieuwe CAO zijn er drie. 1. De loonsverhoging per 1 januari van 2,5%. 2. Het schrappen van trede 2 in het loongebouw. En eigenlijk de allerbelangrijkste, de definitie van verloonde tijd. Voorheen was het zo dat met de verloonde tijd mogelijk was om heel veel onderbrekingen, pauzes, in ieder geval tijdstippen waarop de chauffeur niet ter beschikking was om die door te voeren. Daarvan is door werkgevers en vakbonden gezegd dat dat eigenlijk niet wenselijk is, omdat er situaties waren waarbij mensen lang ter beschikking stonden en eigenlijk vrij weinig betaald krijgen. Derhalve is gezegd, we gaan dat wat inperken. We gaan naar een nieuwe definitie van verloonde tijd. Er wordt in de nieuwe situatie gewerkt met een SFM-portaal. Wat houdt dat nou eigenlijk in? Het houdt in dat werkgevers in ieder geval een dag van tevoren tijdstippen moeten doorgeven waarop chauffeurs zijn ingeroosterd voor de dag eropvolgend. En ook moeten aangeven welke soort dienst het wordt. We gaan namelijk twee type diensten onderscheiden. De Max Flex en dienstblokken. Max Flex betekent dat je aan een chauffeur van daags dus van tevoren, eerder mag natuurlijk ook altijd, doorgeeft wat zijn diensttijden zijn. Op de dag zelf zal blijken hoe precies het rooster ook wordt uitgevoerd, want het kan natuurlijk zijn dat vervoer wat eerder begint, wat eerder ophoudt of wat later, afhankelijk van de duur van een rit. Dan kijken we vervolgens dus ook achteraf naar de tijden in de boordcomputer taxi. Wat is nou de daadwerkelijk gereden tijd op die dag? Als dat van tevoren was aangegeven als een Max Flex dienst, betekent dat dat we dus kijken naar wanneer is de dienst begonnen op basis van de boordcomputer taxi, wanneer is er ingelogd, wanneer eindigt die, dus wanneer is er uitgelogd. Naast de Max Flex dienst kennen we nog een tweede type dienst, zogenaamde dienstblokken. Dat is bedoeld eigenlijk voor chauffeurs, met name bij het groepsvervoer, schoolvervoer, dagbestedingvervoer, waarvan je een blok 's ochtends hebt of een blok 's middags, meerdere blokken zou ook nog kunnen, die ook van tevoren bekend zijn en waarbij de chauffeur 100% betaald krijgt. Het is van belang om te realiseren dat je maar één soort dienst kan geven per dag. Dus je geeft de chauffeur dienstblok of een Max Flex systeem. Betekent overigens niet dat je de hele betalingsperiode dus alleen maar dienstblokken kan geven of Max Flex. Maar wel één soort type dienst per dag. Ik kan me voorstellen dat deze informatie voor u veel is. Daarom wil ik u ook verwijzen naar onze website. Daarop staan natuurlijk de CAO-teksten. Daarop staan ook voorbeelden en daarop staan ook de meest gestelde vragen en antwoorden. En Sociaal Fonds Mobiliteit gaat hierop controleren.